Mijn naam is Borgie Fransen en ik ben acteur en ik speel verschillende rollen in deze voorstelling. Ik ben Ariane Slutter. Ik speel ook verschillende rollen in deze voorstelling, maar vooral Elisaveta, een berooide Russische prinses. Ik ben Harald Ausbe en ik speel cello in de voorstelling Ultimo. Ultimo Pari! Ultimo is een prachtig liefdesverhaal. Het is een jongen die opgroeit in de vorige eeuw in Italië, in een dorpje. Opgroeit dus in de koeienstront. Zijn vader verruilt dat voor de geur van benzine, voor automobielen. En hij krijgt zo'n fascinatie voor racebanen. Maar is er nooit iemand om het idee gekomen om zoiets te maken waar jij het over hebt? Zo'n soort circuit? Ik weet niet. Ik heb er nog nooit een gezien. Jij gaat erin maken? Ja. Meen je dat echt? Ja. Echt waar? Ja, dat is waarvoor ik leef. Later ontmoet hij een vrouw. Een vrouw die de racebaan die hij daadwerkelijk in zijn leven zal bouwen. In een tijd dat de racebanen nog op die manier niet bestonden, zal deze vrouw dat circuit bereiden. Waarmee de ultieme liefde, zeg maar, wordt aangeduid. Waarom ben je altijd zo droevig? Lieve Ultimo. Ik ben niet droevig. Jawel, dat ben je wel. Barrico die schrijft eigenlijk vaak over dezelfde thema's, zou je kunnen zeggen. Eenzaamheid of de onbereikbaarheid van liefde, dat soort thema's. Wat in Ultimo ook het geval is met Ultimo en Elisaveta. Die elkaar eigenlijk niet op dat niveau niet raken in hun levens. Hun levens gaan uit elkaar. Maar zoals we dat allemaal kennen, de grote liefde in je leven. Meestal doordat die liefde onbereikbaar is gebleken, is een hele heftige. Elisaveta stierf 11 jaar later aan de oever van een meer in Zwitserland. Het was een van die meren die lijken te zijn getekend door de hand van een chirurg. Als medicatie voor de aarde. Een van die meren waarvan niemand nou precies weet of ze vrede of verdriet verstrekken. We spelen eigenlijk continu, vertellen we het verhaal en glijden we in en uit de personages die erin voorkomen. Dus we zijn niet één rol, het is niet een klassiek stuk in dat opzicht. Het is echt een vertelvoorstelling. En af en toe glij je zo in de scène en dan weer eruit. En daardoor krijg je een filmisch gevoel eigenlijk. In die envelop zat een groot vel papier. Vele malen opgevouwen. Zo groot als een landkaart. En op het grijze vel was met rode Oost-Indische inkt het ontwerp van een circuit getekend. We hebben samengewerkt met David Dram, dat is componist. Zo zijn we tot een aantal ideeën gekomen. Dus het begint met een heel gewone Bach en dan ga ik op een gegeven moment meezingen. En dan ga ik racegeluiden maken en het eindigt met echt de soundscape van de racegeluiden. Met zijn handen stevig om het stuur geklemd, schreeuwt hij een schreeuw van verbazing. Terwijl het jongetje naast hem, totaal niet onverschillig, maar vol vreugde, verrassend genoeg, luidkeels zijn eigen naam roept. Ultimo Pari! Wat zo mooi is, vind ik, in de voorstelling, is in wat Harold doet met de cello, is dat het zo autonoom wordt. Hij komt ook letterlijk steeds verder naar voren tijdens het stuk. Letterlijk, ook dichter bij het publiek, steeds pontificaler, frontaal. Alsof hij het circuit wordt wat gemaakt wordt. En de muziek neemt het dan ook steeds meer over van de taal. De mensen moeten de voorstelling komen zien, omdat het volgens mij echt een hele bijzondere voorstelling is. Het is wel iets wat je met niks kunt vergelijken. Je hebt echt een ervaring, omdat hij begint zo vertellend en je wordt er steeds meer ingezogen. Dat horen we ook van mensen die de voorstelling zien, waardoor je helemaal vol raakt van beelden, van gedachten, van gevoelens. En we horen echt dat mensen hebben gelachen, gehuild. Films, hele beelden voor zich hebben gezien, in Amerika zijn geweest, in Italië zijn geweest. Er was iemand zelfs die het had gezien, die zag dat wij met z'n drieën bogen op het eind. En zei, god, ik dacht dat er echt wel 10 personages waren. Dacht dat er 10 acteurs mee speelden. Zo. En dat geeft iets aan over hoeveel er gebeurt, terwijl het heel sober gedaan is.